Hallo, mijn naam is Maarten. Oh, dat was een hoge hallo. Mijn naam is Maarten en ik geef al jaren les in SketchUp. Echt, mijn eerste tekening komt ergens uit 2006 of 2005. Ik ben al heel lang aan het lesgeven. En misschien kan ik je vandaag iets leren. Dat gaat namelijk over maateenheden. Zoals je weet, als je met SketchUp aan de slag gaat, dan kan je van tevoren instellen wat voor maateenheden wil ik hebben. In dat Welcome to SketchUp scherm. Daar zie je inches, daar zie je millimeters, daar zie je meters. Dus dan kan je al van tevoren instellen wat wordt mijn standaardwaarde. Maar er zijn meer waardes uit te halen en dat is heel erg leuk. Kijk, als ik nu... ik heb wat vlakken getekend. Als ik op een cirkel klik en ik hou de Entity Info open, dan zie ik daar... Ik heb een radius van 700 en ik heb een omtrek van ongeveer 43,98. Hier zo heb ik... Waarde staan 1000 mm, 1500 mm, weer 1000 en weer 1500. Dat is leuk trouwens als ik de shift-toets induw en ik klik dan op de lijnen. Dan telt hij ze bij elkaar op. Zie je? 4 edges, totale lengte 5 meter. En als ik op vlakken klik, dan pakt hij vierkante meters. En daar ook. En daar ook. Ook die kan ik bij elkaar optellen. Zie je, dat gaat geweldig. Nou, blijft het bij millimeters en vierkante meters? Nee, daar blijft het niet bij. Ik kan namelijk gaan naar Window en dan naar Model Info. En dan ga ik naar Units. En Units wil zeggen maateenheden. En hier staat formaat decimaal, lengte millimeters, area oppervlakte vierkante meters... Volume, hey, dat is mooi. Kubieke meters. Hoe krijg ik een volume? Ik pak de pushpool. Ik zet iets omhoog. Laat ik het 3 meter omhoog zetten. En deze doe ik 1500. En deze ook 1500. Nou, als ik dit nou triple klik, dan zie ik hier nog niks. Ik zie 18 onderdelen heeft hij te pakken. Nou, hij zal hier ook 18 hebben. En daar 98, maar... Ja, je ziet helemaal geen meters. Dus wat moet ik doen? Nou, simpel. Je triple klikt het. Je maakt er een groep van of een component. En voilà. 150. Kijk eens. Kubieke meter. En daar. Groepeer. Hopsa. 225. En hier. Make group. Oh, dat mis. Nog een keer. Groepeer. 238. En dat lukt trouwens alleen als hij hem solid heeft. Dus als een groep helemaal lek dicht is. Mocht hier intern bijvoorbeeld de deksel af zijn, ja, dan kan hij geen inhoud uitrekenen, want de vorm is niet gesloten. Dan zegt hij ook, ik ben gewoon een groep, ik ben niet solide. Dit gaat dus niet. Blijft het hier dan bij? Nee. Blijft het bij die kubieke meters? Nee. Want soms wil je weten hoeveel vocht gaat ergens in. Nou, dan ga ik hier naar volume toe. En dan zeg ik, doe maar liters. Kijk. 2282,78 liter. 2250 liter. 15.000 liter. Maak ik de vorm wat groter. Laat ik er 900 bij doen. En dan maak ik de vorm wat ingewikkelder. Dan zal die nog steeds het aantal liters uitrekenen. En ook weer terug het aantal kubieke meters. Kijk. Echt super handig. Weet je, een notitieblok ernaast. Ja, daar kan je gewoon veel mee. Dus ga het gebruiken. Let er ook op trouwens dat je... Als ik nu maateenheden zo neerzet. Dat ik nu standaard 1000 mm heb. Maar ga ik terug naar mijn model info en ik zeg mijn lengte moeten meters worden. Dan maakt hij daar meters van. Floot ik nou net? Ja, ik floot net. Zie je, 10 meter. Let er wel op. Dit is meteen je eenheid waarin je vervolgens gaat tekenen. Dus ik heb nu meters te pakken. Dat moet ik niet willen. Dus ik moet daarna wel echt weer terug naar millimeters. Als ik ga tekenen. Maar als je die maat echt nodig hebt
aan het eind van je proces zet hem in meters neer. Maak dan je afbeeldingen en schiet hem dan weer terug naar millimeters. Want anders gaat er meer mis dan dat je wil op een dag. Zou ik niet doen. Dus ik hoop dat dit weer wat meer inzicht geeft. Dankjewel voor het kijken. Neem even de rest van het kanaal door. Er staan leuke dingen op. We geven trainingen. We maken hele toffe tekeningen. We geven cursussen online. We geven cursussen klassikaal. Dus genoeg te zien en te doen. Dankjewel voor het kijken. En heel graag tot de volgende video. Doeg!